Nou, heel belangrijk bij de remmen van zo'n Magirus is vooral de veiligheid. En hier hebben we gebruik gemaakt van een potkrek midden onder de auto. Onder de vooras, sorry. Exact in de midden. We hebben de auto opgekrekt en meteen twee steunen gemonteerd en de auto weer laten zakken. Dus hij staat en op de krek en op de twee steunen. Dit is natuurlijk wel erg belangrijk, niet dat je daaronder verongelukt. Als het wiel gedemonteerd is, dan zie je hier de remtrommel met de 8 wielbouten. En die remtrommel die willen we er vanaf hebben. Nou, dan hebben we hier twee trekbouten. Die bouten die passen in deze graad. Dat is metrisch 10. En als je die bouten om toerbeurt opspant, de trommel loskomt. Nou, en op dat moment gaat de trommel los van de naaf en kun je hem er redelijk eenvoudig afhalen. Weegt zo'n 20 kilo. Is goed te doen. Ik leg hem nou onder de naaf. Mocht er iets gebeuren, dan valt de auto, in dit geval de as, op de trommel en niet op je voet, bijvoorbeeld. In die tijden werd nog asbesthoudende remvoering gebruikt. Dus die stoffen die vrijkomen, dat is niet bepaald gezond. Dus zorg een beetje voor je gezondheid en de veiligheid. Nou, zorg ervoor dat de bus en deze, de rol en de bus, goed schoon zijn. En als die goed schoon zijn en goed in elkaar passen, doe er dan wat kopervet aan. Niet te veel, want te veel, dat is ook weer niet goed. Het schuift er makkelijk door, een beetje vet in de bus en aan de rol. Niet aan de schotels. De schotels zorgen voor een wrijving op deze verlengstukken. Heeft de remschoen remvoering gemonteerd met klinknagels. En deze heeft ze helemaal tot boven. Beneden is er nog plek, is niet gemonteerd. En dat is met deze bedoeling. Beneden is het draaipunt van de remschoen. Boven zit de remcilinder. En de remcilinder die drukt de schoenen naar buiten, terwijl hier het draaipunt is. Dus hier gaat de voering allereerst aanliggen tegen de trommel. En hier, op dit plekje, komt de meeste wrijving en zorgt ervoor dat de auto goed gaat remmen. Ga je harder remmen, dan gaat de schoen zich een beetje zetten naar de trommel. Hij heeft een beetje ruimte omdat deze mechanieken eraan zitten. Dan gaat de schoen beneden ook aanliggen. Maar in eerste instantie wordt hier het meeste geremd. Deze schotels met deze verlengstukken. Dan moeten we er heel goed op letten dat de verlengstukken op een goede manier gemonteerd zitten. Dat wil zeggen, aan de ene kant is het verlengstuk met de verjonging, zoals we dit noemen, naar elkaar toe. Dat wil zeggen dat we dus één massief stukje krijgen. En aan de andere kant zit de verjonging bij de schoen, zodat die zo in elkaar passen. Dit komt dan op het draaipunt. De bedoeling is dat dit materiaal vrij kan bewegen. Monteer je de platen verkeerd om, zullen ze aan gaan lopen op de schoen. Hier gaan vasthappen en de schoen gaat vastzitten tegen de trommel en gaat bijvoorbeeld niet meer los. Daarom is het heel belangrijk om het allemaal goed in te vetten en straks deze bout met een bepaalde aanhaalspanning of met een wrijving vast te zetten. Die klauwspanning die is straks 15 kilo. Maar we laten zo meteen zien hoe we dat nameten. Want dit draait te soepel. En als het vast zit, draait het niet.
Daartussenin gaan we zo meteen even monteren met een zogenaamde unster. Zodat we weten dat het ook allemaal goed gemonteerd gaat worden. Hier hebben we een gedemonteerde remschoen. Waarvan A, dit punt alleen maar vast zit. Ik bedoel, er is geen beweging in te krijgen. En dat zien we terug in het slijtagepatroon van de remvoering. Dat wil zeggen, bovenaan is die qua dikte bijna versleten. Je ziet hem hier nogal dunner dan deze. Terwijl die beneden nog nieuw is. En dat komt hierdoor dat die remcilinder alleen maar het bovenste gedeelte van de schoen heeft aangedrukt tegen de trommel. Omdat dit punt te vast zit, dit draaipunt te vast zit, komt de schoen niet tegen de remtrommel aan en moet de voering over een stukje van, zal ik zeggen, 15 centimeter alle remkrachten opnemen. Terwijl hier nog nieuw materiaal is, dit wordt niet gebruikt. Too much. Te vast. Ja, 25. Dus we moeten nog een gaatje gaan zoeken. Yep. Ja, je moet eigenlijk haks trekken, hè? Ja, zo ja. Daar is 10, hè? Mag je zijn, hè? Klaar. Zo. Oh. Nou, dit vind ik ook net zo belangrijk, denk ik. Ja, dat beweegt maar heel klein beetje. Ja, ja. Eigenlijk materiaal dat toch grondlag is en dat is het. Kijk. Nou, heel belangrijk is dus dat die ruimte zo groot is, zodat die twee, stel die verlengstukken, echt tussen passen. Die komen zo gecompleteerd tegen elkaar, over elkaar in, op deze pen. Dit is een zelfbekrachtende schoen, dat wil zeggen dat de cilinder dus de schoen heel gemakkelijk tegen de draaiende trommel aandrukt. Daarom zit die extra veer gemonteerd op de zelfbekrachtende schoen. In dit geval aan de voorkant. Nou gaan we proberen om die spullen hier op te zetten. Deze gaat het eerste. Dat ging. Dan moet er ruimte gemaakt worden voor de tweede. Dat is wat moeilijker. Zo. Ja, is terug. Ja. En dan schuiven we het geheel verder. Op zijn plek. Hopelijk. Ja. We hebben gezien tijdens de demontage dat er alleen in dit geval een dikke ring op die heel goed ingesmeerde ankerpen zit. En als die ring erop zit, dan monteren we de springring die we eventjes schoongemaakt hebben. Want die komt dan vlak aan liggen hierin, zodat de schoen ook niet trilt, op zijn plek blijft zitten. Een speciaal springveren tang is dan erg welkom. En dan wordt die zo gemonteerd. Vervolgens gaan we de terugtrekveren. We draaien hem even. Even kijken. Zoiets. Ik moet in de sleuf zetten. Allebei in de sleuf. Hier even draaien. Ja. Op zijn plek. Daar is het touw tussen. Poeh. De schoen zit gemonteerd. De voorste schoen met een hulpstukje. Niet uit het Magirus assortiment, maar gewoon zelf geknutseld. En dit is de terugtrekveer voor allebei. Die wordt aan de voorzijde de voorste schoen gemonteerd. En aan de achterzijde aan de achterste schoen. Ook weer met een hulpstukje van HZ in dit geval, de zogenaamde remverentang.
Haken we achter de veer. Voorzichtig met de voering. Kracht uitoefenen. Om de veer op zijn plek in het gaatje te krijgen. Ja, daar hangt hij. Klein tikje, echt tegen. En dan sluit hij in het gaatje aan en dan gaan die er niet meer af. Nou moeten we erin zorgen dat deze schoen zit beduidend hoger dan die schoen. Dus we moeten zorgen dat hij op zijn plek komt, zodat straks de remtrommel er eenvoudig opgeschoven kan worden. Even bekeken hoe dat zit, ja. Hier zit het veertje wat we van tevoren hebben gemonteerd, want nu kun je er amper of niet meer aan. Ja. Goed. Ja, zoiets. Denk ik. De remstellers worden nu teruggedraaid, zodat de remtrommel er altijd makkelijk op de naaf geschoven kan worden. Wonderbaar. Kijk, nu helemaal terug, zie je daar? Ja. Hoe verstoord, hè? Ja, een spits. Goeie jee. Zo, we gaan nou meteen even passen of dat niet gelogen is. Nee, niet gelogen. Die is lekker. De rijst. Een beetje draaien misschien. En we hebben van tevoren met dit stuk gereedschap een snijtap. Een verlengde, zodat hij ook op de achteras kan. Het draad van de wielbouten helemaal opgeschoond dus. We hebben de trommel gemonteerd met die vier wielbouten, wielmoeren. Hij draait, het loopt een beetje aan, met de sleutel 22. Die past op de verstelling van de remsteller. En met een slagje omlaag gaat de schoen vastzetten en een slagje omhoog gaat hij los. De schoen moet zich eigenlijk eerst nog even centreren in de trommel. Ik heb ze allebei vastgezet nu en dan draai ik er een heel klein beetje terug. En dat is maar een heel klein slaggetje. En dan draait hij al volledig vrij, dus dat wil zeggen dat de schoenen op de voorlengte volledig vrij lopen. En ze zijn nieuw, dus het moet straks een beetje in gaan lopen. Je hoort het aanlopen. Dat is toch een beetje een gevoelskwestie. Lijkt al vast en dan los dan, hè? Vast en moet je eerst een fractie terug. Een keer geremd hebben. Ja, dan zet je voet een beetje op zijn plek zitten. Maar als de auto nou, laat ik zeggen, een paar kilometer gedraaid heeft, dan is die voering ingesleten op de trommel. En dan zul je zien dat je dus met de heel fijn stellen nog een beter resultaat hebt. Maar dit voor de globale, en om de auto te verzetten, is dit al voldoende. We zien hier één stelnok voor de voorste schoen. En hier de stelnok voor de achtste schoen. Sleuteltje 22, past er perfect op. Gebruik altijd ringgereedschap, geen platte sleutel, want die gaat er te snel overheen. Deze nokken worden niet gesmeerd, omdat dat eigenlijk een belaste veer is. En als je die gaat smeren, dan zou de verstelling uit zichzelf kunnen losdraaien. Jullie zien hier in de moer een klein gaatje. En dat gaatje loopt helemaal door deze bout heen en ook weer aan de achterzijde. En die borgt deze moer op die as. Als je nou remmen aan het stellen bent en er gebeurt niks, of het zit vast, of je weet niet wat er gebeurt, maar je remmen worden niet goed gesteld, dan is er een mogelijkheid dat het stiftje gebroken is, dat de moer
draait, maar de as blijft staan. Slim is het om dan van tevoren even een centerpuntje of met een stift of met een pen een streepje te zetten op de as en op de moer. En als je dan het streepje gelijk van de moer gelijk meegaat met de as bij het verdraaien, dan weet je dat de as meegaat en dat je dus de remmen kunt stellen. Het komt herhaaldelijk voor dat die pen breekt of zelfs de spulletjes gaan losdraaien. Nou, het is misschien ook interessant als de auto toch opgekrekt is om even de fusépen te smeren. Want hij is nu onbelast. En dan zou je dit even mee kunnen nemen dat je de spullen, de fusépen smeert. Een keertje in de uiterste linkse stand en een keertje in de uiterste rechtse stand. Zodat het vet goed verdeeld wordt over het fusélager dat zich hier bevindt. Ja. En dan straks een keertje, als de auto weer op de vloer staat, nog een keer doorsmeren.